Halloween 2021 ging deze bange poepert voor de allereerste keer Phasmophobia spelen op stream. En dat deed ik niet alleen, maar dat deed ik samen met Sharon en Dagmar, die ook allebei voor de eerste keer Phasmophobia gingen spelen. Dus drie noobs een spookhuis in. Het is een interessant potje geworden met heel veel geklunsel. Inclusief de settings, want die had ik niet helemaal optimaal. Dus sorry daarvoor, maar geniet er vooral van. Alleen, ik kan niet op klaarklikken of op begin. Oh, wacht, ik moest iets selecteren. Wat gaan we doen? Ja, hallo. Zullen we gewoon met een huis... Ah ja, geen contract geselecteerd. Nee, zullen we gewoon met een huis beginnen? Ja. Ja, laten we makkelijk... Hier, aanbevolen voor nieuwe geestenjagers. Dat vind ik een goeie. We hebben een lange voorbereidingstijd. Lange respijtperiode. Oh, dus hoe lang het duurt voordat ze gaat hunten. Een korte hunt. De verstandspillen die herstellen met veel verstand. Krijgt de helft van je verloren uitrustingswaarde terug als je sterft. Oké. We pakken die. Ik wil ook echt misschien even wachten tot de expert er is, voordat we allemaal aanpassingen gaan doen. Nee, doen we niet. Gewoon spelen, we gaan ervoor. Ook echt, Hela Zena, gewoon doen alsof het de Sims paranormaal is. We gaan gewoon lachen. Oké. Oh, ik moet ook nog een doen. Gaan we ervoor? Ja, gewoon doen. Ja. Nu hoor ik ze even niet. Tip, let op wat je zegt. De geesten zijn aan het luisteren. Oké. Okay. Oh, ik sta dwars door iemand. Kom iemand als Kitty je berichtjes stuurt. Oké. Okay. Hallo? De naam van de geest is Susan Clark. Of Susan Clark. Okay, doei. Omri verdedigt je wel. Denk jij dat? Hoe moet ik de deur open doen? Ontdek met wat voor soort geest we te maken hebben. Wat zit je te tikken in mijn oor? Jezus. Oh, zit gehuurd. Oh jee. Ik ga het spel nu als... Wat voor masker heb je op? Kim. Hè? Maar hoe moet ik die deur hier op? Oh, je hebt een masker op. Jullie ook. Oh. Kijk, zeg maar wat heb jij. Je bent een enge baby, man! Enge baby? Dagmar is een enge baby. Maar ik wil die poort open, hoe doen we dat? Ja, hoe doen we dat? Zullen we eerst even kijken op de poort? Ontdek met wat voor soort geest we te... Ik vind het ook grappig, want jullie staan rechts voor me. Ik hoor je ook rechts nu. Ik hoor jullie links. Oké, ontdek met wat voor soort geest we te maken hebben. Reinig het gebied bij de geest met een smudgestick. Laat een... Oh, mijn briefje. Ik heb iets in mijn hand. Alle toetsencombinaties. Gaan we zo neerzetten. Oh, hou op met het getik in mijn oor. Laat een lid van je team getuige zijn van een geestevenement. Wie? Dagmar. Ja, dat word ik niet. En krijg een gemiddelde van 25% verstand. Susan Clark. Oké. Okay. Dagmar, wat was ik kijk het? In je neus. Nee, nee dat is het verkeerde. Hey, ja. Dan wordt hier een leuke geest. Ja, wie heeft, heeft er iemand... Ga je nu al gillen? Geef de deur open! Ga je nu al gillen? We zitten serieus nog in de bus. Waarom gaat die deur nu al open? Heeft een van jullie zo'n thermometer gepakt? Dag, maar ik hoor je ook echt in de verte. Waar moeten we naartoe? Even kijken, walkie-talkie is B. Heeft een van jullie een thermometer gepakt? Ik heb de zaklamp. Dat vroeg ik niet. Jongens, het gaat nu al prut. Ik ben de bus nog niet eens uit. Heeft een van jullie de thermometer? Ik heb de zaklamp en de fotocamera. Okay, gaat dit het is... lekker, Kip? Nou, maar... Weet je wat het ding is? Met een thermometer kunnen we kijken waar de geest zit, omdat het dan kouder wordt. Is dat niet dat ding daar? Deze? Die? Nee, dat is een spiritbox. Oh. Ik heb een spiritbox mee. Even kijken, kom wisselen. Q, wat heb ik? Oh, dit is de UV-ding. Ja, dat is de spiritbox, maar ik vraag me af of er ook een thermometer ligt. Wat is dit? Dat is wel eng, dat is wel eng. We hebben geen thermometer. Kan ik die... Hoeveel kan je meenemen? Dat is niet nodig. Hoe kan je dat eraf gooien? Is dat niet dat kleine dingetje hier met die gekleurde dingen? Nee, dat is de EMF reader.
komen ze weg. Hey, hoe steek je die lampen aan? Nou ja. Ik heb zeker echt gewoon geen lamp meer. Kim, waar ben je? Ik sta buiten bij de bus. Oké. Ik heb wel geen lamp. Ik ga niet alleen het huis in, hoor. Ja, kom maar. We gaan samen. Dit wordt wat. Leuk. Ja, echt, Hela. We zijn nu al aan het prutsen. Ja. Je moet erop klikken. Heeft iemand een sleutel? Oh, de sleutel. Godzakken. Waar ligt dat ding? Waar ligt dat ding? Ik hoor gewoon lachen in de verte. Oh, dat is hem. Oké. Okay. Hé, hey. Ja, ik heb hem. Dag maar. Noep, actie 1 is al gemaakt hoor. Oh, zo loop je. Oké. Okay. Je kan ook op shift drukken en dan reed je 10 keer sneller. Q. Oh. Hallo, maar ik heb geen licht. Jezus. Ik heb geen idee wat we moeten doen. Ga de deur open. Jij hebt een zaklamp. Hoe doe je die deur open? Oh, je loopt er gewoon doorheen, oké. Waar is het lichtknopje? Ja, denk je, ja, hier, maar denk je dat hij het doet? Oh, dit is al licht. Oh. Ik heb hier zo'n bord gevonden in de garage. Ah. Kom hier, kom mee. Kom. Hier ligt hij. Succes. Where are you? Ik ga wel verder zoeken. Hoe? K. E. Kitchen. Wordt er gehunt? Wat is er, Kim? Kim, wat is er? Wat even. Oh, kak. Dag maar, hou op. Pak, pak. Waar is Kim? Is Kim dood? Kim? Nee, ik ben niet dood, maar ik drukte de verkeerde knop in. De geest zit in de keuken. De geest zit in de keuken. Dan moet ik snel uitdrukken. Maar je bent al dood. Nee, ik ben niet dood. Dagmar. Dagmar, deed jij dat? Ik ga even zo'n boek pakken voor in de keuken. Bange poepert. Oké, okay, wat heb ik nog meer? Even kijken. Items kijk wisselen is Q. Heb jij een camera? Nee. Neem ik niet mee, hoor. Ben hier. Ja, of kan jij een boek meenemen? Dat kan ook. Oké, ik neem wel dat boek. Oké, mooi boek. Je moet in de keuken leggen. Achter daar ook. Ik zal er zo naar kijken, Meerte. Jullie laten me daar alleen achter in dat huis. Ineens was dat licht uit, hè? Ik denk, was jij dat Dagmar die dat licht uit deed? Wie is er foto's aan het maken? Ik niet. Want heb ik kom je dan binnen met het licht uit? Ik heb in de keuken eerder het licht uitgedaan, maar dat was voordat we de kelder in gingen. Ja, nou, daarna, nadat ik bij jou was geweest, dat je zo stil stond. Oh, je moet die open zeker? Hoe moet dat open? Met je rechtermuisknop. Oh, oké. Ja, zo dus niet. Moet ik hem eerst open doen zeker? Oh, er ligt hier iets van een handdoek. Ja, ik weet niet wat we daarmee moeten. Meerte zegt leuk om jullie zo bang te zien. Nou, qua angst valt er nog wel mee. Ja, ik ben vrij angstig. Help me, dat boek wil niet open. Probeer anders eens F. Lukt het dag maar dat je zo vooruit ziet gehurkt? Wacht. Lukt me niet, oké, okay, doe. Waar ligt het boek? Waar heb je de boek gelaten? Hier ergens, hier. Oh jongens, ik heb de kelder waar? Gevonden. Waar is hier?
Als ik jou niet zie, dan weet ik ook niet. Oh, daar, nee, daar. Oké. Okay. Ja, daar. Dan moet ik kijken hoor. Moet ik met G. Echt, ik ga gehunt worden alleen maar omdat ik aan het kutten ben met die knoppen. Dan moet ik met E. E. Dagmar. Nee, niks met je Dagmar. Dagmar, kom eens. Dagmar. Kijk, ik heb hem, oké. Okay. Oké, zullen we dan nu naar de kelder toe gaan? Susan Clark, can you write in the book? Hint. Nee, niks hunt. Can you write in the book? Hint. Wij moeten trouwens ook nog een bordje zoeken. Ja, ga even lekker buiten staan met ze. Waarom sta ik laag? Lekker dat licht in mijn gezicht. Ook schrik me erop. Maar Kim, als je van ver weg moet praten, moet je wel je portefeuille gebruiken, hè? Ja. Maar ik heb de kelder gevonden. Laten we naar de kelder. Ja, maar ze zei hier op het Ouija-bord dat ze in de keuken zit. Ja. Ik kan nog wel een keer vragen. Dit is trouwens geen kelder, dit is een garage. Where are you? B? O? Boys room. Ja, hallo, is ze verplaatst? Dag maar, als je één ding met mij plezier wilt doen, hou de licht aan alsjeblieft. Ze zit in een jongensslaapkamer. Dus ze zat net in de keuken, maar nu zit ze in de jongensslaapkamer. Jongens? Waar ben je dan? Wie heeft... Wat hoor ik? Dat is toch niet. Nee. Er staat hier iets aan. Dat hoorde ik niet. Oh, dat is de koelkast. Ja, maar dat hoorde ik niet in de vrouwenslaapkamer net. Hoorde het ook zo fluit? Of, oh, alsjeblieft, Bianca, hou op. Die liggen even daar neer. Dan wil ik die hebben. Pak je dat boek mee? Ja. Oké. Okay. Ja? Oké, okay. Waar is de slaapkamer? Die zijn hier. Daar is de boys room. Oh! Ik had helemaal niet door dat ze aan het was. Kim is dood. Kim is dood. Zag je? Kim is dood. Ze kunnen mij nu niet meer horen, hè? Dit is nog mooi. Hoe lig ik erbij? Hoi Rian. Nou ja, dankjewel voor het volgen. Ik heb net, ben net voor het eerst vermoord. En ik lig er blijkbaar heel charmant bij hier. Kijk, toch maar gewoon buiten staan ook. Oké, dit klinkt heel raar. Oké, ze zijn jongens slaapkamer, toch? Oké, dit is wel de kelder. Ik weet niet, ik vind dit op een of andere manier enger. Terwijl ze kan mij niks meer maken. Ik zou de geest in principe kunnen zien. Maar ze was gewoon aan het hunten. En ik stond gewoon heel relaxed zo te zoeken. Waar is de jonge slaapkamer? 54% verstand van het team. Gemiddeld is het 50%. Ik heb letterlijk niks gedaan. Niks. Ja, alleen hebben we je Ouija-bord gevraagd. Waar ze is. Oh, er is een foto van mijn lijk gemaakt. Dat is fijn. Waar ben je bange poepers? Wat ligt hier? Er ligt hier iets.
kan ik niet oppakken. Hey Jill, ik ben dood. Er werd gehunt en ik had het totaal niet door. Kijk mij er hier. Kijk, met mijn benen gekruist over elkaar. Dit is de. En mijn, oh, kijk mijn hoofd! Oh, zij zijn in de bus. Oké. Okay. Zelf ben ik niet zo lenig. Oeh. Ik ga alleen naar binnen. Ik kan wel alleen vermoord worden. We hebben trouwens hele leuke maskers op, Jill. Waar ben je? Nou, ik denk dat we meer wat aan jou hebben dan aan ons. Ik heb letterlijk alleen maar aan een Ouija-bord een vraag gesteld. Ik had niet eens door dat er werd gehunt. Nou, waar zit ze? Oh, ik hoor mezelf. Oh, hier ben je. Ja, ik wil dat boek hebben. Oh, net was die leggy, maar niet meer sinds je dood bent. Nou, ik heb weer te veel benen. Weg ermee. Geef mij dat boek. Ik weet wel niet hoe dat boek open moet. Zit ze hier? Nee. Ik denk dat dit de slaapkamer van de ouders is. En ik denk dat het de andere slaapkamer is. Oeh, zo, flits. Ja, als het licht ernaar was leuk. Ik denk dat ze deze kamer moeten hebben. Ja, ik kan wel even schoenen pakken. Ja. Hoe gooi ik? Ja. Hey Kim, waar ligt ze? Dit is een klein huis, ja. Dat stond perfect voor de beginnende spokenjagers. Kom, ga maar op het avond. Dank u. Zet dat stel. Kan ik hier iets mee? Arme Kim. Ja, arme ik. Dagmar. Oeh, er ligt hier iets. Oh, omhoog. Waarom ben ik zo gebukt? Hoe ga ik... ja, zo. Hoor Dagmar ook lachen gewoon. Maar ze moet even hunten, want ik heb geen idee waar ze is. Oeh. Oh, die loopt snel. Zo. Oh, ze staat daar gewoon te staan. Ze hebben het niet door. Oh, die wordt gepakt. Ja! Volgens mij is dat Sharon. Hallo, met wie spreek ik? Oh, dit was een eind. Ik wist dat ze aan het hebben was. Ik was zo stil. Oh, dankjewel, Tony. Ik zag haar lopen en ik zag jou daar gewoon rustig in die keuken staan. Ik denk, nou, jij gaat eraan. Ik dacht, ik ga stilstaan. Ik denk, ik zeg niks. Maar ik zag haar hunten, want ik zag dat dingetje echt flikkeren. Ja, want ze kwam uit die kamer. Wat dacht je van ons? Hoe wij bezig waren? Ik hoorde jullie lachen om mijn dood. Maar ik zat echt gewoon ook toe te kijken. Ik denk, stil. Ja. Stil zijn, Sharon. Ja, ja. Stil. Je moet je lampje uitdoen, hele zene. Maar Tony, dankjewel voor je raid. Dus je moet je lampje uitdoen als je dat ziet. Als er wordt gehunt, moet je alles uit. En je moet ook niet meer de walkie-talkie gebruiken. Je moet je gaan verstoppen. Maar jij bleef gewoon lekker zo in die opening bij de keuken staan met je lampje aan. Ja, ik dacht, ik ga kijken of ik er kan zien. Durf je het spel wel te spelen? Ja. Kijk, dit ben ik. Oh, Dagmar is aan het gokken. Maar Dagmar kan gewoon praten, hè? Wij kunnen haar wel horen. Zij heeft mijling. Even kijken. Nee! Nee! Nee!
Meiling. Ik zie het niet staan. Daar. Nee, kak. Ik zag het staan. Het was ook te laat. Dag maar. Wauw, ik heb $10 verdiend. Maar dag maar. Als wij dood zijn, dan kunnen we jou nog wel horen. Dus zeg even wat. Ja. Niet weten hoe we de boekje moesten neerleggen. Niet doorhebben dat er gehunt werd. En Sharon had op een gegeven moment wel door dat er gehunt werd. Maar die dacht, als ik gewoon stil blijf staan en niks zeg, dan pakt hij me niet. Ja, leuk toch? Om 3 mensen voor de allereerste keer vastboot te zien spelen. Ik blijf het leuk vinden om dit potje zo nu en dan eens terug te kijken. Gelukkig kregen wij het tweede potje hulp van Jill en hebben dus les gekregen. En speel ik inmiddels Phasmophobia een heel stuk beter. Al heb ik zo nu en dan nog steeds wel eens mijn noepacties hoor. Maar als je dat dus wil zien, check me vooral op Twitch. Je vindt mijn linkje in de beschrijving, maar ook van Sharon en Dagmar vind je hun Twitch linkjes ook in de beschrijving. Bedankt voor het kijken. Laat vooral weten in de reacties wat jullie van deze video vonden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!